Dus mijn vader was eigenlijk enorm geïnspireerd door Gerard Walschap. En hierin zitten een aantal teksten van Gerard Walschap. Dit is iets anders. Maar dit zijn nu echt handschriften van Gerard Walschap. En kom kijken. Het was in een tijd dat er nog... dat mensen heel klein schreven op piepkleine papiertjes, alsof het eigenlijk heel duur was. En dit zijn allemaal teksten die mijn grootvader vroeg aan Gerard Walschap voor de radio. Want mijn grootvader had ook een luisteruur voor kinderen op de radio. En Gerard Walschap was een van de schrijvers. En zo zijn er hier kerstspelletje voor kinderen. Een hele boel. Ik denk die nog wat. Wing en Wong. Meester Petrus, dat is hier wel bijzonder dat ik het teruggevonden heb, want ik dacht dat we het kwijt waren. En hier is er nog een klein kaartje bij. We kunnen direct gaan zien waar hij vroeger woonde. En dit is dan, uit de Vos heeft hij ook een hertaalde tekst voor gemaakt. En ik neem aan dat die teksten ook hier nu nog in zitten. Hij heeft ook eens een bril gemaakt over wat dat poppentheater is. En hier heeft een bril meer aan gevroed dan andere dingen, want hij heeft veel meer moeten schrappen. Want je ziet, meestal was er bijna nooit een schrapping in. Dat is gewoon zo uit zijn pen gekomen. Dat is, vond ik altijd wel heel bijzonder. En dit is hier Piet met een oude kop. En dat is eigenlijk een van mijn lievelingswerken. Dat is over het gaat over Napoleon en een aantal invaliden. Want Napoleon heeft juist zijn instituut voor de invaliden geopend in Parijs. En de beste invalid die krijgt een prijs. En dat is dan Piet. Want Piet heeft geen houten been of geen houten hand of een haak. Maar Piet heeft een houten kop. Zoals de meeste poppentheaterfiguren op dat moment hadden eigenlijk allemaal houten koppen. Dat was toen het beste systeem voor poppen. En daarom is de jaloezie acteurs met houten koppen gekomen. En Gerard Walschap heeft daar dan een hele wrange wrangstuk van gemaakt. En dat is eigenlijk... we hebben daar de poppen ook nog van. Ik hoop dat ooit nog eens te kunnen bewerken of zo.